In deze handleiding ga ik ervan uit dat je al een hostingpakket met een domeinnaam hebt dat werkt met DirectAdmin. Om een gratis SSL-certificaat aan te vragen, klik je op jouw domein, gevolgd door Advanced Features en daaronder klik je op SSL Certificates. We klikken nu op de tweede optie van boven, gevolgd door Free and Automatic Certificate from Let's Encrypt, want dat is precies wat we willen, een gratis beveiligingscertificaat. Ik krijg hier een aantal opties. Zo kan ik ervoor kiezen om mijn eigen domeinnaam te voorzien van een certificaat. Dat wil ik. En dit staat ook standaard ingeschakeld. Ook kan ik mijn mail voorzien van een beveiligd certificaat. En een www. Voorzien van een certificaat. Aangezien ik dit domein niet meer gebruik, schakel ik deze optie uit. Mocht jij bijvoorbeeld FTP. Nog extra willen beveiligen, kan je dat hier selecteren. Maar dat hoeft niet. In de basis gaat het erom dat dit domein wordt voorzien van een certificaat. Als je dit hebt geselecteerd, klik je op Save. DirectAdmin gaat nu voor je aan de slag op de achtergrond met het aanvragen van een certificaat. Dit duurt ongeveer een minuut. En we kunnen kijken of er een bericht binnenkomt door naar de homepagina te gaan. Ik zie nu dat er een bericht is binnengekomen. Ik klik op het berichtsysteem. En ik zie dat Let's Encrypt mij een bericht heeft gestuurd dat het aanvragen van een certificaat goedgekeurd is. Er volgen nu twee tips om ervoor te zorgen dat je website voortaan alleen nog maar over die beveiligde verbinding laat. Ga terug naar de homepagina en klik op Domain Administration. Selecteer nu je domeinnaam die je net hebt voorzien van een nieuw certificaat. Zorg ervoor dat deze optie is ingeschakeld en niet die. Deze optie. En klik vervolgens ook op Force SSL with HTTP Redirect. Wat dit betekent is dat ieder onbeveiligd verzoek wordt beveiligd naar een HTTPS verbinding. Kortom, het is dus niet meer mogelijk om onveilig over jouw website te browsen als je deze optie inschakelt. Als je dat hebt ingesteld, klik je op Save. Je krijgt nu een waarschuwing en natuurlijk willen we doorgaan. Als je de map Private HTML voorheen gescheiden had van Public HTML, wordt de map Private HTML verwijderd op het moment dat je een symbolische link creëert. Dit geldt voor mensen die al eerder met een beveiligd certificaat gewerkt hebben, bijvoorbeeld met een self-signed certificaat. Heb je dat nog niet of heb je net een hostingpakket aangevraagd, dan hoef je niet bang te zijn dat nu je hele website offline gaat. En mocht je daar wel bang voor zijn, stuur ons dan even een bericht. Maar vertrouw mij, klik nu op Save, negeer de melding en DirectAdmin gaat voor je aan de slag om jouw website te beveiligen en ieder verzoek voortaan door te sturen naar de beveiligde verbinding. Om dat te testen, ga ik naar mijn website toe. En ja hoor, ik zie hierboven een slotje. Dat betekent dat ik beveiligd over de website browse. Als ik op het slotje klik, kan ik de details van het certificaat laten zien. Ik zie nu dat het verloopt over precies 3 maanden vanaf vandaag. Dat klopt. Let's Encrypt verlengt iedere 3 maanden het certificaat. Dit gaat allemaal automatisch en kost je verder niks. Je hebt hier overigens ook geen last van. Dit is om de beveiliging van Let's Encrypt nog beter te maken. Het aanvragen van een geldig certificaat is dus gelukt. En het allermooiste is dat het ook nog eens gratis was. En even veilig als betaalde certificaten. Je bent alleen niet verzekerd. In tegenstelling als je bijvoorbeeld een betaald certificaat hebt bij Komodo of GeoTrust. Maar dat ligt buiten de scope van deze video. Het aanvragen van een certificaat via Let's Encrypt is nu dus voltooid.